Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 8 september 2015. Het is bulletin van dinsdag. Vanwege grote drukte vandaag net als gisteren en de komende paar dagen een vereenvoudigde uitzending met alleen een bijdrage van mijzelf. Om te beginnen kom ik terug op het nieuws van gisteren over het open source verbod. Als je wat preciezer naar de materie kijkt, lijkt het alsof veel van de berichten de zaak nogal overdrijven. Blijkt dat iemand die met de pers praatte namens de FCC zich nogal matig heeft uitgedrukt en bijvoorbeeld een toepassing heeft genoemd die verboden zou moeten worden waar het helemaal niet zo bedoeld is. Wat het blijkt is dat FCC vooral wil dat dit soort licentievrije apparatuur geblokkeerd wordt voor het buiten de band werken, zodat het ook met een firmwarewijziging niet meer kan. Los daarvan is het dan wel oké om alternatieve software te gebruiken, als hij maar niet buiten de toegewezen frequenties komt. Het lijkt alsof deze laatste informatie wel het meest waarschijnlijke scenario is, hoewel ik geen keiharde verificatie heb kunnen vinden. FCC is heel kort geleden bijvoorbeeld nog door de rechter op de vingers getikt voor andere wetgeving die al te gretig allerlei bevoegdheden naar deze overheidsorganisatie toetrok. Volgens P1CHL is in Europa vergelijkbare wetgeving in voorbereiding. Ook dat heb ik nog niet kunnen verifiëren. Op zich is het logisch dat dat gebeurt. Vervelend voor zendamateurs is het overigens wel, omdat het veel moeilijker maakt om bestaande apparatuur naar amateurbanden om te bouwen met een simpele firmwarewijziging. Aan de andere kant is het voor ons gewoon een extra uitdaging. De 27 FC-bakjes uit de tijd van de marktvergunning waren ook niet elektronisch om te programmeren naar 10 meter. Er moest daar bij de meeste apparaten een extra kristaloscillator ingebouwd worden. En dat is toen ook op grote schaal gebeurd. Misschien dat ik er later met meer tijd nog eens op inga. Op zich kan het zeker geen kwaad om de protestactie te ondersteunen door dat op de betreffende site aan te geven. Dat laat alleen maar zien hoe dit onderwerp leeft. Het is echter wel goed om er nota van te nemen hoe de zaken waarschijnlijk echt in elkaar zitten. De ballonvosjacht die aanstaande zondag voor de 37e maal gehouden wordt, begint ook internationaal de nodige aandacht te krijgen. Behalve de Duitse publiciteit die in de Daily Minutes en de wekelijkse uitzending al te horen was, staat ook op de bekende website southgatearc.org momenteel een groot artikel. En ook de Amateur Radio Newsline zal aanstaande vrijdag aandacht aan de ballonjacht besteden. KG5CCI en EA5TT hebben een nieuw afstandsrecord gevestigd via Oscar 7 in de mode B. Dat is 70 centimeter in en 2 meter uit. Dave KG5CCI aan de Amerikaanse kant van de verbinding werkte vanaf een oude toren voor bosbrandbestrijding bovenop Ridge Mountain in het westen van Arkansas. Manuel EA5TT werkte vanuit Valencia in Spanje. De afstand was ruim 7947 kilometer. Oscar 7 is de verloren gewaande satelliet die een aantal jaren geleden ineens weer begon te werken. Vermoedelijk nadat hij jaren uit de lucht was door een kortsluiting in de accu's. Het vermoeden is dat de kortsluiting door voortgaande ontbinding van de accu's na vele jaren weer verdwenen is. De satelliet werd gelanceerd in 1974 en werkt nu alleen als er licht op de zonnepanelen valt. Niet zo bekend is dat zenders als EFN, van vroeger bekend, van Defensie in de VS, nog steeds over omroepfrequenties in Nederland beschikken. Ook CFN van Defensie in Canada beschikte over enkele frequenties in Limburg. Volgens de site radio-tv-nederland.nl heeft CFN onlangs de frequenties 96,9 en 99,7 overgedragen aan EFN. De website concludeert dit op basis van een overzicht van omroepfrequenties van AT, vergelijkbaar met ons overzicht van in gebruik zijnde ATOFs. De frequenties zijn momenteel niet in gebruik. EFN zendt in Zuid-Limburg overigens nog steeds wel vanuit Brunsum uit op 89,2 MHz. De site webwereld.nl bericht tenslotte over een groot overschot aan laptops in de Europese markten. De site spreekt daarbij zelfs van paniek die zou leiden tot bodemprijzen. Vierde kwartaal is traditioneel de tijd waarin hardwareleveranciers hun jaaromzet voor een belangrijk deel halen. De voorraden hebben zich opgestapeld, deels omdat de consument kennelijk helemaal geen trek heeft in een nieuwe PC. Daarnaast hebben veel mensen gewacht op de gratis upgrade naar Windows 10. Ook de steeds beter wordende smartphones bedreigen enigszins de laptopmarkt. Laptops worden door een aantal bedrijven al onder de kostprijs verkocht en er is zelfs al sprake van aanbieding van 2 laptops voor de prijs van 1. Het is voor de verkopende kant natuurlijk wel wrang, maar als je sowieso toe bent aan een nieuwe laptop, is nu wel het moment om daar naar uit te kijken. Do you suffer from the heartbreak of brain rot? Feeling bored, sluggish, listless? Not had a new idea in days? Using electronic gizmos without a clue why they work? Now there's help. Ham Radio. Guaranteed to stimulate your corroding neurons and open a whole new world of excitement. Side effects of ham radio usage include mental stimulation, desire for education, new career paths, understanding of technology, and cases of addiction have been reported. If you experience any of these symptoms, you're welcome. Ham Radio. It's not your granddaddy's radio anymore.